Ja, we zitten hier met een camera, de XHA1. En we hebben hem op een monitor willen aansluiten met een SDI-uitgang. Maar we krijgen geen beeld. Weet je of dat ergens ingesteld moet worden? Dat zou kunnen. Wij doen net alsof we echte geluidsmannen zijn. Oeps. Perfect, hè? Perfect geluiden. Ik hoor alleen maar pupjes. Nee, dan moet oh ja, oh ja. Oh. Oh. Hoor je dat? Ik was al aan het meedraaien met de camera. Niet zo professioneel, ja, maar... Mijn moeder weet het ook. Okay. Ik ben hier vandaag ingebroken en... Nou, hopelijk komt het op dat stomme making-offje te staan van meneer Kegge. Maar ik heb een bekenning te maken. Daniel is een vieze man. Ik heb medelijden met al die jonge actrices die hier rondlopen. Oké, 1, 2, 3, ga je mee, ga je allemaal mee, naar ons land, aan de zee, waar gebouwtjes groot en klein, naar het zingen bezig zijn. Die was goed. Ik wil graag anoniem blijven vandaag, dit masker. Daniel, jongen, je bent een vieze. Van wie waren die lippen? Van wie waren die lippen? Ja, die waren van. Of de kruisvuik. Als een van de actrices of acteurs dit ziet, ik heb medelijden met jullie. De intro van het dagboekkamer. Oh ja. Dit is de dagboekkamer. Het codewoord is... Ja. Dus als je dat bij de pettenclub wil, als je bij de pettenclub wil, doe je zo. Jongens, welkom bij de pettenclub. Mijn naam is Laura. Ik hoor hem even met de eigen. Hoi, ik ben voor mijn hoofd, toch? En we zijn dus in het dildohok. En ik wil jullie allemaal even een rondleiding geven in het dildohok. Want we beginnen met dildo 1. Dildo 1. Deze stop je achterin. En dan moet je erop zien ze niet, hoor. En dan komt er dus pus uit. Hey, dat paaltje zit er verkeerd ingestoken. Ja. Oh, bezig lappen. Ik ben niet zo groot, mensen. Juist. Nee, daarom heb ik. Kijk of hier. Dikke paal, mama, gewoon in de bek dikken. Ja, maar dat lukt er nooit. Het gaat altijd wel eens van die twee dingen lukt het, mama. Dat is al prettig. Nee, als hij zijn paal ergens in probeert te steken, dat auw. Karma is een feest. Dildo 2. Dildo 2 is 3 in 1. Laura, introduceer hem even. Nou, eerst je, zo, moet je scheren. Dat doe je dus zeg maar zo. Daarna kun je snor mee scheren. En dus daarna kun je de achterkant gebruiken. En dan rotsen je vlot. Zo erin. Zo erin. En dan kun je er nog iets tussendoor doen. Het grappige is ook, ja, het grappige is dus ook, dat is ook voor mannen kan. Want dus als je een kleine piemel hebt, kun je die zo hierin doen. En dan kun je zo. Dus dan is het eigenlijk al 4. Dus, jongens. En. Flop. Morgen presenteren we u de andere 5 dildo's, maar nu moeten we gaan, jongens. Doei! Zat je geen probleem met die kabel daar trouwens? Ik heb niet de tijd thuis gezien, maar ik zit hier wel heel niet langer dan 30 seconden natuurlijk, want dan moet je rechten gaan betalen. Ja. Alsof diegene die dat op YouTube zet, dat betaalt. Nee. Ja, we hebben gewoon gelijk. Ja. Het is gewoon altijd zo, ja. Ja. Ja, dat moet je alvast even aan wennen natuurlijk, maar... Ja, ik weet het. Ja, het is een dikke pil, maar we hebben altijd gelijk. Ja. Bittere pil. Dat was ook... Zo, ik kom er even dom. Dikke pil is voor diegene waar we het over hebben. Shit, zei ik nou. Ja, zei ik nou. Oh god. Ik wil niet... Nee. Nee. Nee.
Ja, die denk ik net uit. Hey, klopt het dat de field monitor zwart-wit is? Heb je nu ergens op een stand staan? Ik vind dit toch geel-rood raar. Nee, dat is gewoon je invulling. Kijk naar nummer op bocht. Ja, maar kan dus. We gaan over 5 minuten gaan ze filmen. 9:30. Zijn ze om 10 uur klaar of 10 uur showtimaal? Is het dan al 9:30? Nee! Jullie hebben een stand in. Wat leuk. Daniel, ga eens op je plek staan. Je ziet daar hier heel luguber op de achtergrond staan. Oh, dat is vet. Dat is echt gaaf. Daniel is oké, ook al iets, maar... Dat was weer een Daniel Kegel momentje. Kan het nog een keer doen? Oké, Daniel. Daniel. Hey, laat mij gewoon ook even weten welk shot je doet. Ja, voor mij ook duidelijk. Ja, nu sta je er middenin. Ja, je staat wel vol in beeld. Ja, je staat vol in beeld. Je staat vol in beeld. Steeds. Vol? Je staat nog steeds in beeld. Zo'n stuk. Waar, ik ben wel vrij. Hier? Nee, nog steeds. Kijk eens aan. Je hebt wel een mooie kont, jongen. Ik zit aan die andere scène te denken. Morgen op vrijdag, wat een lesje. Mama in de keuken. Mama? Shit, hoeveel kinderen heb ik gebaat in de tijd dat ik het niet wist? Maar hij is een hele goede acteur voor de eerste keer. Ja? 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 Ik ben trots op hem. Ik ben maar dan ben ik dadelijk veel. Oh, ik ben heel kritisch bezig hoor. Ik ben echt een lul. Ik ben daar hout van. Lekker gewoon. Je houdt van lul? Nou, kijk jongens, het is echt een slaap vanavond. Godverdomme. Wat? Ze houdt van, lullen. Nou, ze zegt het zelfs is gewoon een vieze slaap. Dus dat is niet serieus. Sla jij of sla ik, Laura? Dankjewel. Ik heb geen tijd voor je, Daniel. Chocolademelk, goede bediening. En wij. Oké, dames en heren. Wie vet weinig comedy heeft gezien en ja, de kofferbakscène kent, gaan we nu even reconstrueren. Daniel? Nee, gaan we niet doen. Oh. Nee. Ernst, sorry, dat was eenmaal. Dat is waar en dat is niet meer. Ook even dicht. Ah. Hou maar gewoon. Nee, dat kan gewoon. Ja, maar hij roept ook verdomme. Ik wil te gaan. Ja. Nou, maar, ja, we gaan slapen, hey, Ernst. Wel te rusten. Jongens, allemaal even chocomel binnen. Kom op. Maar je kan gewoon een die rode. Ja, dat is gewoon goed. Niet rijden! Moet je hier de camera Get out of the car. Get out, it's gonna blow. I'll be back. En nu mag jij de ring. Oh, je hebt de ring aan ofzo, wat? Nee. Oh, ik kan eens keihard zitten. Daar zou je het net snoertje op. Nee, don't do it. Zijn we bijna klaar om te beginnen? Ja, we gaan de audio anders doen. Oké. Okay. Ja. Maar we hebben nog geen... Geluidsman kan niet meer horen en luisteren wat hij doet, hè? Nee, dat is kut. Dat is het enige... Hebben we daar geen verlengkabel voor? Voor zijn koptelefoon? Gewoon koptelefoon. Zo'n 3,5 mm. Hey. Ik loop even naar binnen, ik What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Ik had nooit gezien dat die man zo... Als je zeker niet moet draaien. Nou hebben we toch dansende mensen. Doe het gewoon zonder. Ja, zonder. Sorry, okay. Voor de moeite. Ja, klopt, ja. Wel fijn dat je mee bezig Ik heb er maar 2 uur mee bezig geweest. Laten we zo snel mogelijk Stelletje eigens. Stil tot de set!